Ben je nou blij? Blij omdat jij kanker hebt, nou nee. Blij omdat je eindelijk weet wat ik al die tijd voor mezelf wilde houden. Ja, eigenlijk wel. Het is namelijk belachelijk om met zoiets in je eentje rond te lopen. Dat is wat ik wil. Hoe zie je dat voor je? Dealen in je eentje met die strijd. En al die nare behandelingen en de angst dat je dat misschien... Dat laat je allemaal geen flikker aan. Stoer. En jij houdt dit voor je. Jij zegt het tegen niemand. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nee, je kunt niet in je eentje met zoiets heftigs rondlopen. Daar werk ik dus niet aan mee. Er is niemand anders thuis. Je hoeft voor mij je best niet te doen. Ben je misselijk? Je bent dus al begonnen met de chemo. Thee? Ga je nu de verpleegster uithangen? Nee, ik hoef geen thee. Wat gebruik je tegen misselijkheid? Ben je ook bestraald of doen ze dat niet bij Hodgkin? Anders zoek je het even op internet. Dat zal ik zeker doen als jij niks zegt. Ik word niet bestraald. En ik heb mijn arts om andere medicatie gevraagd. Ben je nu klaar? Nee, pas als jij hulp accepteert. Hey, ik doe dit alleen. Ik moet er ook niet aan denken dat iemand mij zo zou zien. Maar face it, je bent doodziek, je kunt dit niet alleen. Daar ga jij niet over. En als jij het in je botte kop haalt om hier iemand erbij te halen, nou, geloof me, hoe kloot ik me ook voor, ik doe je wat. Ik ga in ieder geval iets anders halen voor je misselijkheid. Nee. Dat koppige gedoe maakt je niet echt sterker. Ik overwin mijn hele leven al mijn eigen shit, alleen dus dit ook. Dus als Josje nog was, dan had zij ook niet naar de apotheek gemogen. Hé, laat me met rust.